We hebben het allemaal gehad. Je wordt vegan en je denkt, oh mijn god, maar dan en dit dan in kaas dan en dit en in mijn geval mayonaise dan. Ik ben een onwijze mayonaise freak. Van mij betreft mag het overal bij op. Nou ja, goed, ik hou me enorm in. Maar mijn beste vegan mayonaise is deze van Remia, de Like mayonaise. Oh mijn god, jongens, ik heb er zoveel geprobeerd. Alles was net te zoet. Of net te zuur. En deze, dit is hem. Dus Remia, echt veren in jullie bibs van mij, jongen. Het enige wat ik jullie zou willen vragen. Kijk jullie heel lief bij aan. Kunnen we gewoon een grotere versie hiervan maken? Ik weet niet of die er al is en dat die gewoon niet verkocht wordt hier bij mij in de buurt. Maar ik heb echt een grote, grote versie van deze pot nodig. Oh, en als ik even een tip mag geven. Gooi hier wat verse knoflook ook doorheen. Ik doe een beetje chilivlokken. Je kan natuurlijk, weet ik van wat voor kruiden jij lekker vindt, er doorheen mikken. Maar je hebt echt een fantastische knoflooksaus. Oh, echt doen. Deze vliegen bij mij door het huis. Vliegen niet door het huis heen, maar ze vliegen uit het huis. Omdat ze gewoon de een naar de ander opgaat. En het is verschrikkelijk, maar het is fantastisch. Dus Remia! Jullie zijn geweldig. Dankjewel voor het maken van iets wat ik dacht wat niet mogelijk was. Een vegan mayo. Mwah!